Hallo, welkom bij deze lezing. Het uh, doel van deze lezing is een uh, korte introductie geven op het blauwdunken model van ascription en achievement. Zeg maar de invloed van afkomst en eigen prestatie. Uh, laten we beginnen met uh, achievement. Stel je voor, dit ben jij, je bent uh, John uh, en je bent een bankier. Nou, dat is natuurlijk een duidelijk een uh, hoge statusbaan, en, uh, en vanwege deze baan krijg je heel veel geld en heel veel prestige. We kunnen ons afvragen: hoe komt het nou eigenlijk dat John zo succesvol is geworden op de arbeidsmarkt? Nou, misschien één reden voor zijn succes is zijn opleidingsniveau. Uh, misschien is hij naar uh, de universiteit gegaan en is hij gewoon ontzettend goed in de financiën. En vanwege dit, dit talent, zeg maar, en het harde werken wat hij heeft gedaan voor onderwijs en voor zijn uh, voor universitaire opleiding, is hij zo succesvol geworden. Maar als dat zo is. Dan zeggen we eigenlijk dat zijn succes afhangt van zijn achievements, van zijn eigen inzet, zijn prestaties, talent. Het is ook mogelijk dat zijn succes grotendeels afhankelijk is van zijn ouders. Misschien was zijn vader een beroemd bankier en heeft John zijn baan overgenomen. Of zijn vader was bijvoorbeeld CEO van de bank en heeft ervoor gezorgd door zijn invloed, zijn connecties, dat John uh, daar ook een ba baan kreeg. En als we dan kijken naar zijn onderwijsprestaties. Nou, wie weet is het zo dat dat ook allemaal komt door zijn ouders. Misschien had hij hele rijke ouders met, met veel invloed. Misschien zijn zijn ouders ook heel erg hoog opgeleid en heeft dat ervoor gezorgd dat hij een mooi universitaire diploma heeft gehaald. Nou, als dat zo is, dan zeggen we eigenlijk dat, een, dat zijn onderwijsprestaties en succes op de arbeidsmarkt. Uh, ja, eigenlijk komen door ascription. Uh, en, en dus door, zeg maar, door zijn afkomst. En dan hebben we het over zijn uh, familie of zijn etnische herkomst. In 1967 publiceerden twee Amerikaanse sociologen, Blauw en Duncan, een klassieker, uh, namelijk American Occupational Structure. En het is de eerste keer in de geschiedenis uh, dat zij de vraag stelden: hoe belangrijk zijn nou eigenlijk die eigen prestaties in vergelijking met, uh, met, met ja, de afkomst van mensen. He, wat bepaalt nou eigenlijk het succes uh, in de arbeidsmarkt? Nou, belangrijkste bevinding van, van hun studie was dat zowel achievement als ascription ertoe er doet. He, dus zeg maar, uh, word je geboren in een rijk milieu, dan zijn je kansen op de arbeidsmarkt beter. Je eigen opleidingsniveau maakt natuurlijk veel uit. En wanneer ze die twee met elkaar vergeleken... Bleek dat achievement belangrijker is dan ascription. Dus je eigen verdiensten, je eigen inzet, prestaties belangrijker dan je herkomst. Dus wat ze laten zien is dat de sociaal-economische status van ouders is echt van invloed op je eigen onderwijsprestaties en beroepsstatus. Maar het is nog belangrijker wat je zelf bereikt hebt. Je eigen inzet, je eigen verdiensten, je opleidingsniveau. Dat heeft een groter effect op de beroepsstatus. Oké, okay, dankjewel voor het luisteren.